Voetbalclub SV Urk is gisteravond tijdens de sportverkiezingen op Urk uitgeroepen tot sportploeg van het jaar. De ploeg promoveerde afgelopen seizoen naar de hoofdklasse en bereikte bovendien de finale van de districtsbeker. Er was nog meer succes voor SV Urk, want aanvoerder Simon Lindeboom werd uitgeroepen tot sportman van het jaar. Mooi avond voor mij persoonlijk, want het is een stukje waardering wat je krijgt als je al die jaren meegaat en je inzet toont. En voor ons als ploeg ook, we hebben een fantastisch jaar gehad. Dus eigenlijk de nominatie had ik persoonlijk wel verwacht, want we hebben toch heel wat bereikt. Nou, dat we het dan worden is natuurlijk ook mooi, daar komt het dan mooi bij en daar zijn we heel trots op. Basketbalster Marlies Verhoef werd gekroond tot sportvrouw van het jaar. En darter Maarten Dirk Woord werd verkozen tot sporttalent van het jaar van de gemeente Urk.